you have the trio. Hello. So far you have the trio with Giuseppe and Alexis, then you have the main thing with the tune. Mm-hmm. You know, the pushing, da da da. See? Then after we have the clan, da da da. Yeah. The one. Then you run out and there is the lift with Yolanda and Alberto. And then you walk in for the climax, tune, rond de jambe. Rond de jambe. And boom, boom. Then boom, boom. Boom, boom. Then it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and start. Ta, ta, the canon. Ta, ta, yeah. Smash into the pizzicato. Pizza cutter. The famous pizza cutter that you can find pizza, at Domino's. What is it really? Pizzicato. Pizzicato. Very good. Pizzicato. Very good Italian. Sì. And then after the pizzicato, we have the rhythmical section, and now we take a break. Yes, a break. We need it. Cappuccino. So that. Zal ik Nederlands praten? Ja. Yeah. Oké. Okay. Ik ben Vincenzo. Dit is Vincenzo, mijn choreograaf. And from Italy, and my Nederlands is niet goed, maar ik probeer het, ja. Te praten. Maar het meeste doen we in Engels, hè? In Engels, ja. In Engels, ja. Ja. En dit is mijn knappe nicht, Karima. Hallo. En we zijn nu in haar dansschool. Kijk maar. Tada! Dansschool Karima in Westervoort. Want ja, we wilden eigenlijk in het theater in de stad oefenen. Maar dat kon niet, want ze waren dicht. Dus moest ik even Karima bellen. En toen vroegen we of we hier mochten. En dat mocht gelukkig. Dus we zijn. Of course. Dus we zijn hier hard aan het werk. Ik kom dus net terug uit Spanje. Olé. Flamenco. Het was een lange reis, want we hadden ook vertraging met vliegtuigen, dus ik was gisteren laat thuis. En gelijk hier terug in de dancing school voor het project, wat ik ga doen met introdans. Ik heb nu dit is mijn vierde repetitiepas en aankomende week is de première al. We hebben 5 shows en donderdag is de première. Dus ik heb echt maar 3-4 dagen om alles wat Vincenzo heeft verzonnen en de dansers al kennen. Dat moet ik gewoon binnen een paar dagen in mijn hoofd stampen. Morgen dan ga ik ook weer oefenen met Vincenzo, maar dan ook met de 6 dansers. En als het goed is, krijg ik dan ook mijn outfit te zien. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat eruit ziet. Het is gewoon echt een hele productie met het theater. Vincenzo heeft een hele visie voor zich hoe hij dat dansstuk gaat maken. Ook met licht en kostuums dus, make-up, al die dingen. Dus ik vind het zo leuk om hier aan mee te doen. En het kwam nu toevallig ook goed uit, omdat ik me dan niet had gekwalificeerd voor de European Games, wat volgende week is. Anders had ik natuurlijk fulltime getraind nog. Maar nu kon ik dus wel even meedoen, meedoen aan dit project, want er zitten nog best wel veel uren in. Maar het is echt een superleuke ervaring, dus ik neem jullie verder nog mee, hopelijk morgen ook in het theater. En dan kunnen jullie ook een beetje zien wat ik hier allemaal voor moet doen, voor het project. Dus hopelijk vinden jullie het leuk om te volgen. Ta. Ta? Ja. Ta? Ja, en dan van jou is gonna be, ja, the reverse. Ta. After. Ta? And da, da, yeah. Da, da. Yes, sir. And you have the feeling that you, like the shuttle sent to you, the shuttle back. So, tu, 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 and then tu, tu. Okay, wait, okay? I do, Albi, tu, tu. First go down. Yeah, da, da. Da, da. And then? Da, da. Really good, and then da, da, da. Down, da, da. 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 Down, side, da, da. Side, side. Down, side, side, down. Da, da, da. 7, 8, and count. You count. Thanks. I was in my head counting. Don't think side like this, but like this there. Diagonal. There, in so, the corner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and. Ah! That's it again. How do I have to count there? Same. 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, and 1. So 8 and 1. 1, 2. Oh, 8 and 1. 2, 3, 4. 5, 6, 7, and 8.
last part is easy, but... The beginning. The beginning. Okay. 6, 7, 8. 'Cause I'm doing it right. Yeah. With music. Yes. Is it still recording? Sí. Hello. Otra vez. Otra vez. Ahora. You do 5, 6. Sí. Okay. Yeah, brava. We are finished. We are done. Yes. We are ready. I'm not ready yet. Tomorrow we're going to meet the dancer. We're gonna put everything together. Yes. And the magic is gonna happen, right? And how am I doing? Doing great. You're so quick. Quick learner. Quick learner, yes. Yay. Piece of tomato, let's drop the tomato away. Oh, I'm so tired. Yeah. Gosh. We worked hard. Art, yes. I like your hair. I like your hair. And what did you say with the H? Ends. Oh yeah, use and your end, your use hands, your and ends. Jesus, me and the H. Oh, the H is non-existent in Italian language. No, but go hard or go home. Yeah, also, I want to go home now. Yeah. I want to eat. Okay, wij gaan filmen ook morgen met de andere dansers, dus dan laat ik mijn dansers zien. Hoi! En dan nemen we jullie daar weer mee. Oké, thanks for watching. Oh, het is warm hier, hé. Woo! Eefje in de house. Woo! And it's her birthday. Yay! En ze geeft me lift. Yes. Want ik moet nu gaan. Naar Theater aan de Rijn in de stad. Hey. Ik heb hier allemaal rechts mee. Aardparken, oké. There it is. Oh, rechts, rechts. Oh. Tada! That's the theater. Thanks for the ride, girl. Bye. Okay, here we go. Volgens mij beneden zo. Hi! Found it! Yeah. Is it 5? Yeah. Old 5. 6. Old 7. And there is the 8. Yeah, straight. So, let's try. 5, 6, 7, and 8. And 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. And 1, 2, 3, 4. Yes, very yes, Alexis. I mean, you have to take care of it. Oh. Yeah, yeah. But we have to pass. Yeah, you have to pass. Or I'm gonna maybe walk. Okay, here is dus the zaal waar wij donderdag de première gaan doen. Die 1, 2, want ik heb er nu 5 hangen in totaal. Maar 2 zijn er voor die gobo's. Ze zijn nu bezig met de lichten te doen. Ja, voor vier met 3 hangen. Oké, dit is het minste. Ik al de hangen, de 2 hier. Hey. Elvi, also from Italy. Yes, and a very good dancer. Thank you. Just have to practice some of them. You're doing okay. Oh, it's okay. I thought I'd eat one eentje voor je pakken. Ja,
You like the project? I love it. It's really great, and I'm very happy to actually practice some badminton. I've never did it in my life, just tennis actually. Mm-hmm. And it's very nice, it's very fun, and I love it. Yeah, good, it's great. Good. And you, actually? Yeah, I like it. It's quite intensive, I would say. Yeah. Very. To remember also, all the steps. But don't I mean, have time to do anything, so. I mean, the parts that I have to do mm-hmm. are easy compared to what he's doing. He's like flying and over the ground and crazy. Also your parts are very hard, I have to say. I mean, yes. You do it very great actually. I mean, counting that you're not a professional dancer, what yes. you do is amazing, really. Wow, yes. Impressed. So we have to practice a little bit more until definitely. 5, I think. And then an hour and a half. Yeah, 1 hour and a half with the lights and stuff like that.